Hallo iedereen, goedemorgen. Het is vandaag donderdag en het is alweer goedemiddag trouwens. Ik maak die fout volgens mij echt zo ontzettend vaak. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag echt mega mistig, moet je eens kijken. Je ziet gewoon helemaal niks. Vandaag is een hele leuke en spannende dag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt al een hele tijd naar uitkijk. En dat is namelijk dat wij mijn make-up hoekje gaan fixen. Ik heb daar, zeg maar, als je misschien onze vlogs al langer volgt, heb je misschien wel gezien dat ik eerst altijd mijn make-up deed in de slaapkamer. En toen had ik een tijdje geleden, volgens mij het ook laten zien in een vlog, had ik het verschoven naar de kleedkamer. Dus in de kleedkamer staan onze kledingkasten. Maar daar heb ik ook nog een stellingkast staan met spulletjes voor onze webshop. En eigenlijk merkte ik al, nou wel redelijk snel, dat ik daar toch niet zo heel erg lekker zat. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet veranderen, waar ik het dan moet neerzetten, hoe het deze keer dan nu anders gaat, dat het wel beter is. Dus ik heb daarvoor hulp ingeschakeld en IKEA, ja, de IKEA, die gaat mij helpen. Dus ik ga zo meteen naar IKEA Utrecht, daar hebben we een afspraak en mijn vriend gaat gezellig mee. Ik ga jullie eventjes laten zien. Bereid je voor op wel wat rommeligheid. Dan is dit onze kledingkast. En ja, zoals je ziet van mijn vriend is die eigenlijk altijd wel heel erg netjes. En dan daarachter is het weer een ravage. Ik denk inderdaad dat ik toch even een keer deuren moet gaan aanschaffen. Want dan wordt het sowieso echt wat netter. Dat is niet waar we het vandaag over hebben. Want vandaag hebben we het over mijn make-up hoekje. Dit is een hele fijne momkast. Die heb ik een aantal jaar geleden van mijn ouders gekregen. Die vind ik heel erg mooi. Aan deze kant van het huis, dit is het noorden, heb ik iets minder goed licht. Het licht is hier altijd een beetje vreemd. Een ander soort kleur. Niet zo heel erg goed. Ik zit hier echt tussen, nou ja, hoge kasten zoals je kan zien. Hiernaast heb ik nog een hele hoge kast staan. Dus ik voel me altijd een beetje maar zo ertussen gepropt. Ik ga jullie eventjes meenemen naar de slaapkamer. En ik denk dat het beste is om de make-up hoek weer daar te plaatsen. En dan is dit de slaapkamer. Die heb je denk ik wel eens gezien. En dan heb ik hier ook nog een kledingrek staan. En voorheen had ik hier die momkast staan. Ik ben heel erg dol op deze slaapkamer. Omdat het licht hier echt altijd heel erg goed is. Want we hebben eigenlijk gewoon één kant van de muur is gewoon volledig raam. Gewoon van boven tot aan onder. Dus ik vraag me af of er een hele andere indeling gaat komen vanmiddag. Ik ben echt super benieuwd. Vooral ook omdat ik het echt eventjes zelf niet uit ga komen. Ik was Barry aan het zoeken voor jullie jongens. En ging het hele huis door. Maar ik heb hem gevonden. Wat ben je aan het doen daar? Barry vindt het ook wel een heel fijn plekje hier. Dat is Barry's nieuwe hokje, plekje geworden. Deze wasmand hadden we een keertje staan omdat we de was net uit hadden gehaald. En toen is meneer erin gekropen en hij ligt hier sindsdien heel graag in. Alright, we zijn aangekomen bij IKEA. Heel veel zin in jongens, ik ben zo benieuwd. Nou, we zitten nu in de design studio samen met Vera en zij heeft ons advies gegeven. En dan hebben we hier het moodboard en hier word ik al gelijk echt super warm van. Natuurlijk ook van de kleuren en textuurtjes, hout, lichte kleuren, daar houden wij allebei heel erg van. Dus dit vond ik al echt helemaal super. En dan hebben we hier de plattegrond en dan zie je dat het bed eigenlijk op dezelfde plek staat. Maar verder is echt de indeling helemaal anders en ik ben hier echt onwijs blij mee. Kijk, dit wordt dus de nieuwe make-up hoek. Met dezelfde momkast die ik jullie al vanmorgen liet zien. En dan nog een extra bureau erbij, zodat ik gewoon echt er goed aan kan zitten. Dit is trouwens ook leuk. Het rek blijft ook gewoon hangen. En dan komt er nog een andere spiegel bij. Toch nog even alvast een kleine sneak peek, want dit ziet er gewoon echt super tof uit. Deze komt. Oh ja, dat is de spiegel. Ja. Oh, hij is groot. Hij is groter dan wel dan ik dacht. Goedemorgen iedereen, het is inmiddels een paar dagen later en vandaag of eigenlijk zometeen komt IKEA Utrecht langs om mijn make-up hoekje lekker om te toveren. Ik heb er echt onwijs veel zin in. En dan staat hier alvast de momkast. En deze spiegel gaat er straks ook vanaf. Inmiddels zijn de interieurdesigners er en zijn de spulletjes ook geleverd. Maar het leek me wel heel erg leuk dat het voor mij ook nog een beetje echt een verrassing is als straks de kamer helemaal klaar is. Dus vandaar dat ik hun lekker gang laat gaan. Maar de kamer ligt nu helemaal vol met allemaal spulletjes. Ik zag al een heel klein beetje wat meubels staan. Dus ik ben echt super benieuwd om
straks het eindresultaat zien. En dat ga ik gewoon tegelijk met jullie bekijken. Nou jongens, volgens mij zijn ze ondertussen al begonnen met de afstyling. Dus volgens mij is het bijna zover dat we in de kamer kunnen gaan kijken. Dus wij zijn nu hier nog een beetje in de huiskamer aan het wachten. Spelen met Parry. Ik heb natuurlijk al wel een beetje op de plattegrond gezien. Maar het in het echt zien is natuurlijk altijd nog net weer even anders. Oeh! Oeh, wow, hé, het lijkt echt heel anders. Oh, het lijkt heel warm en gezellig, hè, of niet? Mm-hmm. Ik vind het echt heel tof. Ja? Ja. Het is zeg maar heel rustig, maar tegelijkertijd staat het echt veel voller, wat heel gek is of zo. Hé, dat is lekker voor de pootjes. Wat is dat allemaal? Hé, Bar, wil je ook gaan make-uppen nu? Hij vindt volgens mij het make-up hoekje helemaal geslaagd. Ben je naar jezelf aan het kijken? Ik vind het echt zo ontzettend gaaf. Het past allemaal perfect in deze kamer. Het lijkt gewoon eigenlijk gewoon bijna groter. Ook al is het nu echt gewoon goed aangekleed. Dus hier zie je natuurlijk de mamkast die ik al had. En die is nu uitgebreid met dit bureau. Het is ook weer heel mooi met die glazen plaat. Wat tegelijkertijd natuurlijk ook super chill is. Wanneer ik bijvoorbeeld even per ongeluk make-up laat vallen. Deze lamp die is ook echt heel erg gaaf. Ten eerste omdat je dus hier je telefoon op kan leggen. En die kan je dus draadloos opladen. Dus dat is heel erg fijn. En aan de achterkant bevindt zich ook nog een USB-poort. Voor als ik bijvoorbeeld nog iets anders wil gaan opladen. En dan hierop heb je de aan- en uitknop voor deze lamp. Maar daar zit een speciale lamp in waarmee ik ook het licht warmer en kouder kan maken. Ik kan hem dimmen en ik kan hem feller zetten. In deze laag ga ik ook gedeeltelijk mijn everyday make-up doen. Want dan heb ik het lekker in handbereik. En dit gedeelte vind ik ook echt helemaal leuk. En dan ligt hier nu een prachtig heerlijk kleed. Dat is echt super. Ik vind het ook heel erg leuk dat ik gewoon heel veel van mijn eigen spulletjes weer terug zie. Dus deze die had ik altijd voor de spiegel staan. En ik vind hem echt te gek hangen hier aan het rek. Dat ik echt niet zelf aangedacht. En dan hebben we hier nog wat nepplantjes voor wat meer groen. En wat ook wel erg tof is, aan de achterkant van deze spiegel heb je ruimte om nog meer dingen op te hangen. Oh, dit vind ik eigenlijk ook gelijk wel een goede achtergrond voor een video. Als ik gewoon een video wil opnemen. Kijk hoe leuk! Oh jongens, ik ben echt ontzettend blij met het eindresultaat. Het is gewoon serieus zo ontzettend gezellig. Nu past deze slaapkamer ook echt gewoon heel goed bij de huiskamer. Want de huiskamer is gewoon wel wat gezelliger, wat warmer, aangekleed en dergelijke. En dit past er nu ook echt gewoon heel erg goed bij. Ik vind het echt meteen ook een kamer waar ik gewoon lekker in wil chillen. Waar ik lekker een boek ga lezen. En ja, ik voelde al meteen van dit wordt een lekker plekje voor mij op de grond. Want daar hou ik altijd heel erg van. Maar eigenlijk vind ik elk hoekje gewoon echt super gezellig. En ik kan echt niet wachten om morgen hier mijn make-up te gaan doen. Ik ben echt super, super, super happy en dankbaar. Ik vind het echt helemaal te gek. Trouwens, hoe satisfying is het dat deze Jeffree Star poeder perfect in dit vakje past. En hetzelfde voor al deze minis van NYX. Zo, het was echt super heerlijk om mij hier vanmorgen op te maken. Want ik heb wel eens gehad dat ik halverwege de dag naar mezelf keek in de spiegel. En dat ik echt dacht van wow, oké, duidelijk had ik vanmorgen niet genoeg licht. En het was gewoon echt super chill om hier gewoon lekker rustig te gaan zitten. En ik alles bij de hand heb. Goede start van de dag in ieder geval. Hi jongens. Nou, zoals je ziet ben ik op dit moment bij Larissa. Want Larissa en ik zijn echt super veel pakketjes aan het inpakken. Ja, we hebben dus laatst even via Instagram gevraagd of sommigen van jullie zin hebben, ja, of behoefte hebben aan een verrassings beauty box. En die hebben we echt voor €25 aangeboden. Maar de inhoud is ter waarde van €100. En de opbrengst die gaan wij doneren aan Stichting Het Vergeten Kind. Dus toen kregen we echt super veel reacties. En we zijn dus op dit moment alle pakjes aan het inpakken. Heel erg leuk. En voor jullie is het natuurlijk al helemaal een cadeautje. Want er zitten echt best wel mooie merken in en dergelijke. Dus ja, altijd heel erg leuk. En wie hebben we hier? Het is Parry.
Barry kijkt eventjes toe hoe we het allemaal doen. Ja, ja, Barry. Dus ja, druk bezig met inpakken. Daarnaast ook wel dingetjes inpakken van de webshop. Zoals enkele van deze nieuwe shirts die weer zijn weggegaan. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien in de vorige video. Maar Larissa en ik die hebben dus t-shirts toegevoegd aan de webshop. Die we echt super leuk vinden. En ook hele leuke Teddy fanny packs. Dus die zijn heel erg tof. We zetten wel even een linkje neer in de beschrijving. En dan gaan we straks, hierna, gaan we ook nog even een videootje opnemen. Het is al online wanneer deze online komt. Ja? Oké. Ja. Nou, dan we hadden echt weer zin om een keertje de budgettoppers op te nemen. Maar dan een kersteditie. Dat is een videoreeks die we vroeger heel vaak deden. En op een gegeven moment niet meer. En we dachten, nou, het is wel leuk voor de kerst om hem nog een keertje terug te nemen. Dus ik ben benieuwd of je de video al hebt gezien. En anders dan staat hij dus op ons kanaal. Ik neem vandaag de video op met Barry. Of niet, Bar? Ja, ik heb een plekje ingepikt. Ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Ja, nou, ik en Bar. Ik sta vandaag achter de camera. Ja, toch? Ja. Goedemorgen iedereen. Het is inmiddels de volgende dag en het leek me leuk om vandaag even wat pakketjes te openen. Want ik had samen met Tara een bestelling gedaan tijdens Black Friday bij Gymshark. En mocht je Gymshark niet kennen, het is supergoed. Merk met allemaal sportkleding en ik heb daar al een sportlegging van. Die vind ik echt super fijn en toen hadden ze bij Gymshark met de Black Friday sale echt een super goede deal. En ik dacht, nou ja, dan is het wel heel erg chill om nog even wat bij te bestellen. Want ik wilde graag nog een extra legging hebben. Ik heb gekozen voor de Dreamy Leggings in het zwart. Bar, kijk uit. Ik hoop niet dat hij zo mijn camera eraf trekt. Nee, we gaan niet spelen. We gaan niet spelen met het touwtje. Ik heb hem genomen in een maat S. Want ik heb ook al een andere legging van hun. En die heb ik ook in maat S. En dit is de legging. Hij is gewoon helemaal simpel zwart. Maar wat ik wel chill vond is dat het een lekker heel zacht stofje is. En je hebt hier aan de zijkanten een vak. Dus daar kan je als het goed is je telefoon in. Zou ik ook eventjes moeten testen zo. En aan deze kant ook. Dus dan kan je ook iets van... een pasje in doen, sleutels, weet je wel, als je misschien buiten gaat hardlopen of iets in die richting. Zo, en dan heb ik ook nog eventjes de Gymshark legging aangedaan. En die zit ook echt gewoon helemaal goed. Hij zit lekker strak, maar niet te strak. Hij is lekker high-waisted zoals je kan zien. Mijn navel zit hier. Dat is wel echt wat ik heel graag wil. Toen ik hem net aandeed, toen voelde ik wel een beetje deze naden hier zitten. Maar op zich vind ik het nu niet echt meer storend. En wat ik wel heel erg mooi vind, is dat hij gewoon verder ook gewoon heel basic uitziet. Dus ook als ik niet ga sporten, is het denk ik wel een heel lekkere legging om gewoon aan te doen. En ik wil ook nog eventjes proberen of deze zakjes nou, of mijn telefoon erin kan of niet. Dus even kijken. Oh ja, prima. Ik zou nooit denk ik echt aan sporten met mijn telefoon in mijn zak, want die laat ik gewoon altijd liefst... ergens anders, zodat je ook echt niet afgeleid wordt. Maar in principe, mocht ik ergens naartoe willen gaan, geen tas willen meenemen en ik heb deze legging aan, is dat ook wel heel erg fijn om te weten. En er kan dus ook gewoon heel makkelijk een pasje of een sleutel in, zoals ik net al zei. Trouwens, we willen eigenlijk nu ook even weten of die squat-proof is. Ik weet niet echt hoe ik dat ga vastleggen. Ik probeer het wel even zelf. Volgens mij is die squat-proof. Ja. Yay. Dat dit beautyproducten zijn die ik naar aanleiding van Serena Stories op Instagram had besteld bij Look Fantastic, volgens mij heet het. En dit heb ik ook besteld tijdens, volgens mij was het net Cyber Monday. Dus het was echt de allerlaatste dag dat er echt van die super grote sales worden gegeven. En ik zag dat Serena een Koreaans merk had uitgelicht en dat is Cos... RX. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. En ze had volgens mij maar ze had één product echt uitgelicht. En toen heb ik uiteindelijk vier producten gekocht. Hier staat het merk, hè? Dus Cos RX. En dit is de BHA Blackhead Powder Liquid. En deze scheen heel erg goed te zijn. En zou ervoor helpen om blackheads te helpen verwijderen. Nou ja, goed. Ik weet het heel eventjes niet allemaal heel goed uit mijn hoofd. Maar ik zal ze eventjes snel laten zien. Ik had ook super goede dingen gelezen over deze. Het zijn de Acne... Pimple Master Patches. Het zijn van die hele kleine patches die je dus op een buisje kan doen. Maar dit schijnen echt gewoon hele goede te zijn. Ik had ook een nieuwe moisturizer nodig. En dit is de Advanced Snail 92 All-in-One Cream. En deze zou er echt voor moeten zorgen dat je huid weer lekker glowy en healthy wordt. En ik had in de reviews echt hele goede dingen hier weer over gelezen. En toen ben ik ook nog voor deze gegaan. Want ik had ook een nieuwe cleanser nodig. Daar ben ik ook helemaal doorheen gegaan. En ik heb nu gekozen voor deze. En dit is de Low
PH Good Morning Gel Cleanser. Hier had ik ook weer goede dingen over gelezen. Super mooie dingen. Ik heb hier wel meer dan 40 euro voor betaald. Dus ik had echt iets van, oh, ik heb weer allemaal geld uitgegeven eigenlijk aan beautyproducten. En het is eigenlijk al zo'n dure maand. Dus toen had ik gezegd van, nou ja, anders zet ik gewoon deze producten op mijn kerstverlanglijstje. En dan vraag ik het voor kerst. Klinkt dus wel een beetje suf van, hey, ja, het is totaal geen verrassing meer. Je koopt dingen voor jezelf, maar je laat het daarna weer een ander geven. Maar aan de andere kant is het heel erg chill voor iemand die niet echt weet wat hij voor mij moet kopen. Want ik ben echt super moeilijk altijd ermee. En ik kan tegelijkertijd heel lastig mijn eigen lijstje nu vullen met dingetjes die ik wil. En dit wil ik heel graag. Dus ja, het is een beetje een soort van iedereen wint ervan volgens mij. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Het enige waar ik minder blij mee ben is dat ik nu moet wachten met het proberen van deze spullen. Dat moet vast wel goed komen. Dus ik ga het weer even mooi in het doosje terugleggen. En dan ga ik deze, ik ga morgen naar Serena toe. Ga ik dit morgen aan Serena geven. Kan ze het mooi inpakken en dan krijg ik het over. Wat is het? 3 weken krijg ik het weer terug. Dus, nou ja, ook helemaal top. Hallo lieve vriend. Ja, dan pas je toch allemaal zo goed in ons interieur, hè? Ik ben echt zo ontzettend blij met deze nieuwe kamer. Want het is niet alleen een nieuwe beautyhoek geworden, maar de hele kamer is helemaal aangekleed. En ik heb het echt gevoel alsof er een beetje rust is gekomen in deze kamer. En dat is dus precies waar IKEA naar op zoek was met deze makeovers. Ze doen namelijk elk jaar onderzoek naar het leven van mensen thuis. En daaruit is gekomen dat het voor heel veel mensen moeilijk is om een stukje privacy thuis te vinden. En daar kan ik me best wel goed bij aansluiten. Want ik werk ook nog vanuit thuis. Mijn werk is dus ook best wel gerelateerd aan thuis zitten. Omdat ik dus ook gewoon verderop in het huis een bureau heb met een computer. En ik koppel dat dus ook gewoon vaak wel aan werk. En niet zozeer altijd aan ontspannen. Dus ik ben super blij dat ik hier dus nu een aparte kamer heb. Een aparte make-up hoek. En dat was voor mij echt iets waar ik naar op zoek was. Een plekje waar ik me terug kon trekken. Waar ik eventjes kon ontspannen. Want het is super fijn om gewoon lekker rustig in de ochtend te beginnen. En dat ik hier lekker kan make-uppen. Maar ik vind het ook heel erg fijn om hier in de avond te zitten. En om mijn make-up eraf te halen. En lekker een maskertje op te doen. En mocht je benieuwd zijn naar welke items je in deze kamer nu nieuw ziet, ik zal in de beschrijving even een lijstje zetten met directe linkjes naar de producten op de website. Ik ben ook super benieuwd wat jullie vinden van deze makeover, de nieuwe kamer, de make-up hoek natuurlijk ook. Laat het me eventjes weten in de comments, ik ben heel erg benieuwd. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Barry, bedankt jullie ook. En ik zie je snel weer in de volgende video. Doei doei!